Internet, vergrijzing, duurzaamheid en het bedrijfsleven zijn de belangrijkste drijfveren voor de aanstaande ontwikkelingen in de elektrotechniekbranche. Verschillende brancheorganisaties, zoals de VEDET en Uneto VNI, zijn met de toekomst van deze bedrijfstak in de weer. Er zijn een aantal thema's. Het renovatieproces, dus het renoveren van bijvoorbeeld kantoorgebouwen voor hernieuwd gebruik. Zorg op afstand. En dan als laatste natuurlijk energiebesparing en duurzame energie in de gebouwde omgeving. De VEDET onderstreept deze thema's. De afgelopen 2 jaar met de toch wel moeizame economische situatie heeft de elektrotechnische wereld zich goed weten te handhaven zonder grote problemen. Omdat er altijd weer nieuwe elektrotechnische vraagstukken lagen. Utrecht staat van 3 tot en met 7 oktober 2011 in het teken van elektrotechniek. In Jaarbeurs Utrecht wordt dan de naar de branche vernoemde vakbeurs gehouden. De verschillende thema's van de brancheorganisaties krijgen tijdens deze dagen handen en voeten. Daarmee, door al dat soort ontwikkelingen, proberen wij de thema's aan te halen. En die maken ook zeker de energie dat het nu ontzettend belangrijk is om juist dit jaar naar elektrotechniek te komen. Er gebeurt ongelooflijk veel in de markt. En dit is het moment om je te laten voorlichten, omdat het enorme consequenties heeft voor de elektrotechnische branche in de toekomst.